pen. Heb ik alles. Keurig. Dank u wel. Ik heropen de vergadering van de Tijdelijke Parlementaire Onderzoekscommissie ICT. Wij mogen een gesprek voeren met de heer Eilander vanmiddag. Hartelijk welkom. Dat zal voornamelijk worden gedaan door mevrouw Fokke en de heer Ulenbelt. Aan deze kant van mij. Maar de rest van de commissie let ook op. En, luister allemaal aandachtig naar wat u zegt. Dat is de heer Van Menen en mevrouw Bruinslot. En mijn naam is Elias. U bent de baas, zeg ik maar even simpel, er zijn allemaal prachtige termen voor, maar van alle inkoop van het Rijk. En daarmee de man van 10 miljard. Dat is een hoop geld. 10 miljard is een hoop geld. Maar de manier waarop u het nu zegt leidt al meteen tot heel veel misverstanden, hoor. U mag ze meteen ook van tafel halen. Nou, ik ben directeur inkoopbeleid. Ik heb daarnaast overigens ook nog de portefeuille huisvesting en facilitair management van het Rijk. Dat is ook een portefeuille waar het de afgelopen jaren heel erg druk is geweest. Hè, waar we kantooroppervlakte van het Rijk drastisch aan het verminderen zijn. En het gaat over inkoopbeleid. Dus het gaat niet over iedere inkoop die het Rijk pleegt. Daar kan ik echt niet overal bij zijn. U heeft ook in die omvangrijke portefeuille de inkoop van ICT zitten. Zit daar ook in, ja. En daar vindt u iets van, daar gaan we het over hebben. Daar gaan we u vragen over stellen. Maar eerst, waarom kiest iemand die bij de hoogovens werkte, actief, voor een later trouwens heel succesvolle ambtelijke carrière? Waarom is dat? Nou, de belangrijkste reden was dat ik bij het ministerie van Onderwijs kon vergaderen in de Eliaszaal. Het is naar mijn vader genoemd, dat is leuk dat u zo dat zegt. Zo is het. Maar wat is de echte reden? Nee, de echte reden was, ja, die staalindustrie die gaat ups en downs. En ik dacht daarbij, hoogovens, dat kan nog lang duren voordat ik hier carrière maak met in deze depressie. En bij het ministerie van Onderwijs vroegen ze iemand die een nieuw salarissysteem voor het onderwijs wilde gaan maken. Het is een soort schandaal misschien ook wel. Hè. Dat is het HOS-systeem geworden. Herziening onderwijs salarisstructuur. Dat is in 1984 door minister Deetman is dat gepubliceerd. En in het onderwijs, daar onderscheidt men de voor-HOS'er van de na-HOS'er. En daar ben ik mee de debet aan. Meneer Van Menen, ik heb altijd in het onderwijs gewerkt. En door sommigen, niet door mij overigens, wordt HOS ook wel samengevat als halvering onderwijssalarissen. Maar dat klopt natuurlijk niet. Maar goed. Dat is even maar het laatste wat ik bij het ministerie, dat was geen ministerie, wat ik bij Hoogovens deed, wat vervolgens ook Estelle en British Steel en Tata is gaan heten natuurlijk, had allemaal natuurlijk gewoon Hoogovens moeten blijven. Dat was het ontwikkelen van een nieuw beloningssysteem. Maar daar was ook echt helemaal geen belangstelling meer voor in die staalconjunctuur. Dus toen dacht ik, kijk eens aan, als ik dat kan doen, dat is interessant. Daar heb ik ook echt nooit spijt van gehad. Goed. Ik wil nog één grote sprong maken naar nu. U overziet het hele veld van de inkopen, maar ook die ICT. We hebben een aantal nare punten voorbij zien komen en ook rare punten in de afgelopen 13 gesprekken tot nu toe en ook in ons onderzoek. Stel, u bent de opperbaas van alle ICT bij het Rijk met, zoals dat dan schijnt te moeten heten tegenwoordig, doorzettingsmacht, bevoegdheden. Wat zijn de eerste twee dingen die u morgen zou doen? Tjonge, dat begint met een lekkere vraag zeg. Dat is mijn gewoonte. Ja, nou, met echt doorzettingsmacht. Laat ik zeggen, de informatievoorziening echt veel beter op orde brengen. He, dat is ook waar u volgens mij tegenaan loopt. Waar ik ook als inkoopdirecteur tegenaan loop overigens. Hoor. Dus dat is echt iets, meten is weten. Dat kan volgens mij beter. En ik denk ook, ik zou ook. Nou, er is volgens mij ook heel veel goed in gang gezet. Hè? Dus je moet ook niet steeds de zweep met nieuwe initiatieven erover halen. Dus, maar ook eens goed afmaken waar we mee begonnen zijn. Mevrouw Fokke. Dank u wel. De eerste vragen die ik aan u zou willen stellen, die gaan eigenlijk over het feit dat we graag inzicht willen verkrijgen in het inkoopbeleid van de Rijksoverheid. Dus mijn eerste vraag is wat uw rol is in het programma van de Compacte Rijksdienst. En wat houdt dat nou eigenlijk in, hè, de compacte Rijksdienst, waarbij in 2016
zowel gezamenlijke inkoop als gezamenlijke ICT-diensten gerealiseerd moeten zijn. Ja, ja. Kunt u meer vertellen over uw rol daarbinnen? Ja. Mag ik even teruggaan naar toen ik aantrad? Want daar is dat programma echt een direct voortvloeisel uit. Dus ik begon op het ministerie van Binnenlandse Zaken in 2009. Toen was ik met inkoop al een jaar bezig bij het ministerie van Economische Zaken. En de situatie die ik aantrof was dat er, nou laat ik maar kort gezegd zeggen, overal en nergens werd ingekocht. Wij kwamen erachter, er werd op 350 punten werd er ingekocht. Mijn veronderstelling was, ik wist eigenlijk wel zeker, dat gaat nooit op 350 punten kwaliteit opleveren. Dus we moeten, als we die kwaliteit daar willen verhogen, moeten we het aantal inkooppunten verminderen. Dat is gerealiseerd. Hè? We hebben dat in het programma Compacte Rijksdienst hebben we de kans gekregen om dat te doen. Dat is gebeurd. Het denkwerk daarvoor hebben we verricht in de heroverweging in 2009. Nou, en met dat soort heroverwegingen daar komen vaak hele mooie plannen uit die ergens in een la verdwijnen. Maar in het jaar 2010 viel het kabinet, trad het eerste kabinet Rutte aan. En wij zagen kans om die ideeën die we toen hadden opgedaan bij minister Donner onder de aandacht te brengen en in het programma Compacte Rijksdienst onder te brengen. Dus één punt is vermindering van het aantal inkooppunten, wat gerealiseerd is per afgelopen 1 januari. En dat is niet alleen maar kwaliteit, hè, wat daarmee te maken heeft. Het is ook, hoe zal ik het zeggen, in zekere zin enige afstand scheppen tussen de eindgebruiker, hè, de behoeftesteller heet dat in ons jargon, en de leverancier. Dus je probeert het in een wat meer professionele omgeving te realiseren, waar nou ja, de kansen op intimiteit minder worden. Maar als ik dan een vraag, want u trad in dienst, u zag dat dingen niet goed gingen, als ik even heel snel een conclusie trek. Heeft u dan ook eigenlijk echt aan de basis gestaan? Hè? Want u zegt, nou, minister Donner kwam en dat was eigenlijk het moment dat wij iets konden doen met wat we zagen. Ja, bent u dan eigenlijk de aanjager van het programma Compacte Rijksdienst? Nou, minister Donner was er wel erg enthousiast van. Hè? En dat kabinet ook, hoor. Dat was wel op dat punt heel erg doenerig. En ik had ook een directeur-generaal. Die er ook die dat ook zag zitten. En mag ik mijn verhaal over dat eerste nog even afmaken? Want het eerste was dus het terugbrengen naar 20 inkooppunten. En het tweede wat ik dacht is, iedereen koopt alles zelf in. Het was niet helemaal waar meer hoor, want we deden al heel veel, al wel wat dingen gezamenlijk. Maar in essentie kocht iedereen alles zelf in. En ik dacht, dat is, laten we een programma van taakverdeling en concentratie en specialisatie, laten we dat ingaan. Dus ik heb gepropageerd. Ik heb dat overigens helemaal niet zelf bedacht, hoor. Dat is allemaal gejat uit het bedrijfsleven. Maar gedacht, wij kunnen veel beter de inkoop in categorieën onderdelen, hè, samenhangende diensten en producten, en een groepje mensen de verantwoordelijkheid geven om zich helemaal op die categorie te storten. Dus die twee dingen, minder inkooppunten en dat categoriemanagement, het is een beetje een dieventaaltje, het is jargon, maar categoriemanagement, het is nog net geen Engels overigens. Dat zijn de twee dingen waar ik me heel erg op heb ingezet. En bij elkaar kun je dan zeggen dat ik me heb ingezet om, laat ik zeggen, veel meer in het generieke domein te halen. Hè? Dus waar heel veel besluiten en contractmanagement en leveranciersmanagement op heel veel plekken gebeurde, was het mijn idee, we gaan dat veel meer generiek maken. Ja? Kan ik daaronder begrijpen dat u eigenlijk iets wilde doen aan de verkokering? Dat het lag bij ieder ministerie en dat u het een stapje... Maar zo was de wereld ook opgebouwd. Toen ik in 1982 bij het ministerie van Onderwijs kwam werken,
En ik ben een paar keer verhuisd van ministeries. Nou, ik had net zo goed nog een paar keer van Hoogovens naar Heineken, naar DSM kunnen gaan. Want het was iedere keer weer helemaal uit dienst en een nieuwe in diensttreding. En iedereen heeft zijn eigen financieel systeem. En we hadden 63 incassosystemen. En in die wereld was ook de inkoop gewoon helemaal over alle ministeries verdeeld. Ging dat nou erg makkelijk om die inkoop naar het andere niveau te tillen? Want ja, om gewoon een vergelijking te trekken. Vanochtend zat hier meneer Hillenaar. Ja. En die zei ja, als ik soms echt iets wilde, moest ik daarvoor wel naar de ministerraad. Ja. Bent u zelf in de positie? Is u dat gelukt? Of had u ook misschien af en toe wel doorzettingsmacht nodig, zelfs via de ministerraad? Ja. Nou, wat mij aan doet denken is, ik vertel dit verhaal ook vaak aan mijn kinderen. We hebben 3 kinderen, één dochter die werkt keurig bij de overheid en 2 zoons die werken keurig in het bedrijfsleven. Dan leg ik uit waar ik mee bezig ben. Hè. Dan zeg ik, nou, we doen dit en ik ben er ook echt wel enthousiast over, hoor. En dan zeggen ze, goh, Siep, wat een goed idee, maar waarom doen jullie dat niet al lang al? Hè? Nou ja, dat is ook zoiets. En niet mijn vragen pikken. Ja, maar dat is toch iets wat werktuigelijk bij je opkomt. Ik denk dat daar, u heeft het daar ook met andere mensen over gehad. En dan, u vraagt dan ook, is dat dan ijdelheid? Hè? Voel je je gestreeld als je over een groot budget gaat en zo? Dat zal ongetwijfeld ook een rol spelen, hoor. Het zijn allemaal net mensen natuurlijk. Maar ik denk dat er 2 dingen zijn die daar een oorzaak bij zijn. Een dieperliggende oorzaak. 1 is de ministeriële verantwoordelijkheid. In artikel 44 van de grondwet, daar ligt vast dat een minister, ja, die is verantwoordelijk en die moet hier in deze Kamer, moet hij zijn hoofd op het hakblok leggen als het erop aankomt. En er staat nergens in de grondwet, er is een concernrijk dat zo efficiënt mogelijk moet werken. Dus dat heeft er heel lang toe geleid dat die ministers dachten, ik organiseer het om me heen. Ik denk dat dat is niet met slechte bedoeling, maar dat is zo gegaan. Dat heeft wel, vind ik, ja, heeft in mijn ogen geen goede resultaten geboekt uiteindelijk, maar zo is dat wel gekomen. En het tweede is, ook in die periode, jaren 80, 90, geloofden we erg in integraal management. Dus je kunt een besluit het beste op het allerlaagste niveau nemen, want daar weet je de integrale. Daar kun je de integrale afweging maken tussen allerlei argumenten en belangen en noem maar op. En dat was ook een van de redenen, dat kun je in de geschiedenis ook echt terughalen, waarom het Rijksinkoopbureau in midden jaren 80 is opgeheven. En dat was, want eigenlijk kun je zeggen, wat ik aan het doen ben is een soort, ik doe het wel heel anders overigens, hoor. Dus we hebben wel geleerd van wat daar bij het Rijksinkoopbureau gebeurde. Maar het is toch weer generiek maken, hè? Je kunt ook zeggen centraliseren. En dat Rijksinkoopbureau, moet ik altijd aan mijn schoonvader denken. Die was rector van de Rijks-HBS in Goes. En dat is een van de weinige mensen die ik positief hoor praten over het Rijksinkoopbureau. Want ik vond het fantastisch. Je vulde een bonnetje in en dan ging dat naar het ministerie. En dan opeens kwamen er stoelen en tafels uit Den Haag. Maar dat is een van de weinige mensen. Het was een bureaucratische moloch geworden. Maar als ik even terugga, want we hebben nog veel meer met u te bespreken. En anders hebben we wellicht straks een probleem in de tijd. Het programma Compacte Rijksdienst. Ja. Er staat een duidelijk doel. In 2016 moet er een en ander gerealiseerd zijn. Ja. Halen we dat? Halen we 2016? En hoe ver staat het op dit moment? Nou, dan beperk ik het even tot mijn portefeuille. Hè, want het is een programma wat gaat over organisatiepersoneel, over ICT. Mijn 2 onderwerpen zijn facilitair management en huisvesting aan de ene kant. En aan de andere kant inkoop. En bij inkoop hebben we gezegd, wij willen naar die 20 inkooppunten. Dat hebben we nu gerealiseerd. En we willen naar, waar het mogelijk is, 100% categorie management. Dus dat is die taakverdeling en specialisatie. En ook dat gaat ons lukken. Wij hebben voor het onderdeel inkoop, heb ik me laten dechargeren door de
ambtelijke top. Want dat, daar zijn de doelen zoals ze gesteld zijn in dat programma bereikt. Daarmee overigens wil ik niet het misverstand wekken dat het nou allemaal botertje bij de boom en koek en ei zijn allemaal al klaar. Want het is natuurlijk work in progress. Hè? Dus het is, dat is ook Engels, we zijn aan het werk. Ik wil niet zeggen dat we nog helemaal in de bouwput zijn. Het staat in de stijgers. Maar we moeten de komende jaren echt hard werken om dit ook op een kwaliteitsvolle manier te laten functioneren. En als ik dan even naar ICT kijk, levert dat nou ook al wat op door samen in te kopen? Ik dacht dat Maarten Hillenaar dat vanochtend ook vertelde, want wij kopen al heel veel samen. Hij noemde een bedrag van 30 miljoen. Kijk, het inkoopdeel dat staat in het programma Compacte Rijkdienst aan de lat voor een opbrengst van 180 miljoen euro. Mijn collega's in het bedrijfsleven die vinden dat als je kijkt naar een inkoopvolume van bijna 10 miljard, een kinderachtig bedrag. Maar goed, dat gaan we in ieder geval realiseren. Ik hou ook in de gaten hoe het inkoopvolume zich ontwikkelt. Dat was in 10.000, in 2010, neem niet kwalijk, was dat 10,7 miljard. En in 2012 was het 9,7 miljard, zeg ik uit mijn hoofd. En volgende week presenteert... En welk bedrag is daarvan van ICT? Ja, ik val gewoon een beetje in, omdat ik wel heel graag wil. Hè. We willen het graag specifiek beperken tot ICT. En u werd net inderdaad al even aangekondigd als de man van 10 miljard. Maar we willen heel graag weten, welk bedrag van die 10 miljard ziet nou specifiek op de ICT? Ja, nou dat is nou wel verrekte lastig om te vertellen. Want dat heeft u natuurlijk ook al eerder genoteerd. Dat probleem zijn we eerder tegen. Nou, en dat probleem heb ik als inkoopdirecteur ook. Dus het is, het meest accuraat is volgens mij de Rekenkamer geweest in 2011. Want die heeft een actie door alle departementen laten uitvoeren. En daar kwam uit een bedrag van 2,1 miljard euro. Ik kan dat nog, maar dat is dan even via de band benaderen. Hè, met getallen die ik weet, kan ik zeggen dat is wat mij betreft plausibel. Wij halen één keer per jaar halen we alle facturen op. Hè, dan halen we de facturen bij de ministeries op en dan berekenen we hoeveel er is ingekocht. Dat is niet heel erg specifiek hoor, maar in ieder geval wordt er wel op een aantal ICT-categorieën geboekt, hè, zoals hardware, software, telefonie, advisering. En dat is door in de loop van de jaren dat ik het weet, is dat een bedrag van 1,3 miljard euro. Dat is waarschijnlijk een onderschatting. Want ICT is overal en dingen worden geboekt op dat aspect wat het meest dominant is. Dus dat is volgens mij een onderschatting. En ik heb dat dus gezet naast de top 200 leveranciers, waarvan ik weet dat zij ICT-producten leveren. En dan kom ik uit op een bedrag van 2,3 miljard. Dat is waarschijnlijk iets van een overschatting, want die leveranciers die leveren ook organisatieadvies, andere dingen. En ik ga ervan uit dat het op ongeveer 2,1 miljard uitkomt. Maar dat is dus een schatting. U zegt van dat kan ik niet exact zeggen. Dat haal je niet zo uit de administratie. En het zijn alleen facturen, er zit geen salaris in of wat? Geen interne salaris. Oh, ja. Nee. U had het net ook op een daling die is ingezet als het gaat over de kosten. Ja. Is wellicht een ingewikkelde vraag als u zegt van ik kan de ICT-kosten al niet exact inschatten. Maar die daling, zitten daar nou ook wel, hè? Zijn de ICT-kosten ook gedaald? Nee, wat ik u net vertelde, die componenten die ik daarin kan onderscheiden van hardware, aanschaf hardware, dat soort dingen, dat is gelijk gebleven. Dat is in de loop van de jaren steeds ongeveer 1,3 miljard. Collega Hulebald.
Die 1,3 die kunt u thuisbrengen, maar zijn er dan ook nog ICT-bedragen die rechtstreeks vanuit de ministeries gaat, waar u geen zicht om heeft? Nee, alles zit in die bak met rekeningen, om het zo maar eens even te zeggen, in die bak met facturen. Dus er is dat, behalve, moet ik erbij zeggen, militair materieel, daar heb ik geen inzicht in. Maar die 9,7 miljard, was dat in 2012, daar zitten in beginsel alle facturen van het Rijk in. Oké, maar ook een bedrag van 1,3 miljard vraagt om deskundigheid om dat slim in te kopen. Ja. Hoe is het gesteld met de deskundigheid van het inkopen op ICT-gebied? Ik maak daarbij een onderscheid tussen de wat meer commodity-achtig, ja, de wat meer algemene producten, hè, laat ik zeggen. Data of telefoontikken of computers en de meer specifieke inkoop. In het algemeen is het natuurlijk zo dat wij het gemak waar het product het duidelijkst is. Het is een tafel of een stoel die je wilt kopen of een pc. Daar is de deskundigheid denk ik over het algemeen heel erg op peil. Waar u steeds op stuit, dat zijn de meer specifieke inkopen. Hè? Dus in grote projecten. En ik denk dat daar is er overigens ook altijd wel de vraag of het helemaal ICT is waar het om gaat. Hè? Want het zijn vaak, dat hebben een aantal mensen, heeft dat u ook wel verteld, gaat het ook vaak om grote veranderprojecten waar ICT een heel belangrijk onderdeel is. Mijn schatting is zo dat ten aanzien van het eerste wij hele goede inkopers aan het worden zijn en dat we op het tweede punt nog wel het been bij kunnen trekken. En nu horen wij dat voor dat tweede deel ook externe worden ingehuurd. Ja. Daarvan ziet u ook de facturen voorbij komen. Wat vindt u van die ontwikkeling dat externe u moeten helpen bij inkopen? Laat ik zeggen dat er is natuurlijk veel kennis in de markt die wij domweg niet hebben of niet continu kunnen onderhouden. Dan vind ik het niet erg om extern in te huren. Als er om gaat, u noemt dat steeds de vos in het kippenhok, geloof ik. dat vind ik een hele onverstandige aanpak. Hè, dus een externe zoveel volmacht geven dat hij ook daarmee onze inkoop kan gaan doen. Nou, dat vind ik geen aanbevelenswaardige situatie. Maar gebeurt het? Het is gebeurd natuurlijk. U heeft daar voorbeelden van gezien. Zegt het is gebeurd, maar gebeurt het nog steeds? Nou, ik wil niet uitsluiten dat het in gevallen nog steeds gebeurt. Hè. Maar wij zeggen, ik propageer in ieder geval, daar hoort altijd een ambtenaar boven te staan. Dus er zijn overigens in de contracten die we hebben staan ook bepalingen dat als hier machtsmisbruik, hè, om het zo maar even te zeggen, of misbruik van positie wordt gemaakt, dat dat tot ontbinding van het contract kan leiden. En we hebben natuurlijk nog andere mogelijkheden. Je moet niet op voorhand in een contract zetten dat ook vervolgopdrachten aan dezelfde meneer zullen worden gegeven. En belangrijk is ook dat je altijd een ambtenaar boven laat tekenen, boven wat zo'n externe doet. Dat lijkt mij, ja. Maar u, heel even tussendoor als het mag, u verwees fijntjes naar wat hier gezegd was. Maar de vraag van de heer Ulebelt was, heeft u dat zelf ook meegemaakt en heeft u daarop ingegrepen? Dat dus externe leveranciers de facto bepaalden wat de overheid bij een andere leverancier of dezelfde zelfs ging aanschaffen. Ja, ik heb het zelf nooit aan de hand gehad. Hè. Dus het is in mijn wereld niet op die manier voorgekomen. En waar ik het zag, want zo werkt het dan natuurlijk ook vaak, andere leveranciers mij erop attent maakten, heb ik de departementen die dat aanging, heb ik daarvan op de hoogte gesteld en gezegd, hier moet je actie ondernemen. En hebben ze dat vervolgens ook gedaan? Ja. Dat leidt meestal, dat is natuurlijk heel pijnlijk, maar dat leidt tot
ontbinding van contracten of dat wordt wel opgevolgd. Waren daar ook ICT-dingen bij? Ja. Kunt u daar wat over vertellen? Nou, ik denk niet dat het goed is dat ik hier man en paard ga noemen. Want, ik denk van wel eigenlijk. Nee, dat denk ik niet. En waarom niet? Nou, dat beschadigt mensen misschien onnodig. En bovendien, het is ook niet direct mijn verantwoordelijkheid. Ik kan u er niet toe dwingen. Ik kan alleen wel met u van mening verschillen over de vraag of het verkeerd is om dat te doen. Omdat naming en shaming misschien heel reinigend zou werken. Nou, gebruik ik ineens een Engels woord, excuus. Ja. Nee, ik doe dat liever niet. Maar zou u om ons en de kijkers een beetje inzicht te geven aan wat voor soort dingen moeten we dan denken? Heeft iemand een foutje gemaakt door per ongeluk de verkeerde telefoons in te kopen? Nee, daar gaat het natuurlijk niet om. Nou, waar ging het dan wel om? Dan gaat het om gevallen waarin werd gezegd, daar is een externe en die laat ik maar zo zeggen, die helpt zijn vriendjes aan het werk. Zonder... En dan gebeurt er eigenlijk wat we helemaal niet willen. Hè? Want ons aanbestedingsrecht en ons aanbestedingsgedrag, dat hoort op open competitie, level playing field, te zijn gericht. En dan gebeurt er iets wat daarmee in strijd is. Nou, daar ben ik gewoon echt hartstikke op tegen en daar moet op worden ingegrepen. U heeft over deze affaires de betreffende ministeries geïnformeerd. Ja, ja. Is het volgens uw waarneming dan ook vervolgens zo dat er adequaat werd aangepakt vanuit die ministeries? In de gevallen die ik ken, zijn die contracten beëindigd. Hebben wij van een aantal mensen hier... Van waar is het antwoord? En dan zijn de contracten beëindigd. Wat betekent dat voor de leverancier die aan de andere kant van het contract zat? Is er dan gelijk een soort zwarte lijst waar de leverancier op staat, zodat hij niet meer wordt ingehuurd? Ja. Of over na een jaar denkt u nou, nu is het lang geleden, we huren hem toch gewoon weer in. Hoe gaat dat dan? Het is over het algemeen wel bekend natuurlijk wie dat is overkomen. Het is wel zo, dat heeft u hier ook al eerder gehoord, dat ons aanbestedingsrecht weinig mogelijkheden biedt om wat dan in het jargon heet past performance, om dat te introduceren. Dus een bedrijf heeft een paar jaar geleden iets niet goed gedaan. Dat mogen we hem niet nadragen, niet tot in het zevende geslacht, maar ook al niet bij de volgende aanbesteding. Hè? Want zo zit dat aanbestedingsrecht in elkaar. Gevallen waar het hier om gaat, overigens, daar ligt dat vaak nog net weer wat anders, want dan is er vaak al sprake van een mantelovereenkomst. Hè? Dus je sluit een overeenkomst met een bedrijf om bijvoorbeeld ICT-mensen te leveren. En die komt dan aan. Meestal is dat iets met meerdere bedrijven. Hè? Dus dat is een mantelovereenkomst. Het kan 5 tot 7 bedrijven zelfs zijn. Dan komt er een klus die zet je uit bij die 7 bedrijven waarmee je die mantelovereenkomst hebt gesloten. Dat heet de mini-competitie. En daar komt weer een winnaar uit. En die winnaar die komt met cv's aan. En dan is het toch eigenlijk veel meer het beoordelen van een cv, zoals je dat ook in een sollicitatiegesprek doet. En dan kun je wel zeggen, die meneer of die maar liever niet. Alles wat je ook in een normaal sollicitatiegesprek doet. Dus op die manier werkt dat wel door. Maar u zegt, ik heb meldingen gedaan aan het betreffende ministerie. Ja. Het kan gevolgen hebben voor contracten. Dat betekent dat je behoorlijk hoog in de organisatie van het ministerie moet melden. Wil dat leiden tot het verbreken van contracten? Klopt dat beeld? Tot hoe hoog in die organisatie meldt u dat dan? Ik heb dit aan de leiding van dat departement gemeld. En dat is de ambtelijke leiding of de politieke leiding? De ambtelijke leiding. Secretaris-generaal. Of dat in dit geval de plaatsvervangend secretaris-generaal. En ik meld het ook altijd aan de coördinerend directeur inkoop van dat ministerie. Want dat is mijn eerste gesprekspartner. Dus ieder ministerie, net zoals ieder ministerie een CIO heeft, hebben we ook geregeld dat ieder ministerie een coördinerend directeur inkoop heeft. En die hoort binnen dat ministerie, net als zijn collega de CIO dat doet, op de inkoop binnen het ministerie toe te zien. U zegt, ik meld het ook altijd.
Dat lijkt op routine. Dat vaak gebeurt. Dit is echt sporadisch voorgekomen. Maar nou, dat is dan een verspreking. Maar als het weer zou voorkomen, als het voorkomt, dan meld ik het echt. Wij hebben begrepen dat die inkoopafdelingen gespecialiseerd zijn. En ik, bijvoorbeeld dat bij Defensie alle overheidsauto's worden ingekocht. Ja. Klopt het ook dat Defensie dat doet? Ja, dat zijn die daar goed in of zo? nou, we hebben de. Defensie is wel een hele goede inkopende organisatie. Hoor. Want die, voor de logistiek van een leger is het van groot belang dat je goed kunt inkopen. Dus daar hebben we met z'n allen veel van kunnen leren. Maar, en zij hebben ook echt heel veel voertuigen. Dus. En, ik wil nu met u verder over Defensie, maar mijn volgende vraag. Maar het punt is: ik heb gedacht, we kunnen weer een Rijksinkoopbureau beginnen. Neem niet kwalijk als ik u interrumpeer. Dus ik wil niet onbeleefd zijn. Nee, u bent onze gast. Ja. Dus ik heb gedacht, we kunnen weer een Rijksinkoopbureau beginnen. Dus we haal al die categoriemanagers maar naar mij toe. Lekker belangrijk, grote afdeling. Maar ik heb gedacht, daar moet ik nou van leren. Ik dacht, het is verstandiger om die specialisatie over de ministeries te verdelen, zodat iedereen ook merkt hoe lastig het is om voor het concern Rijk te werken. Want je moet steeds met 11 ministeries moet je afspraken maken, je moet de mandaten binnenhalen. Daar zit een grote didactische waarde in. En als je dat dan toch doet, probeer het dan zo te doen dat mensen getriggerd worden op hun specialiteit. He, dus bijvoorbeeld, wie koopt voor ons allemaal de postzegels in? Het ministerie van Financiën, de Belastingdienst, want die versturen toch wel heel veel blauwe brieven. En als die hun blauwe brieven goed, zij zullen geneigd zijn om dat heel erg goed te doen. En dan profiteren wij daarin mee. En zo, het ministerie van Defensie heeft heel veel voertuigen nodig, heeft ook heel veel energie nodig. Is echt de grootste gas- en elektriciteitsgebruiker van het Rijk. Laat zij alsjeblieft de 220 volt voor ons inkopen en dan hebben wij daar geen omkijken meer naar. Dat klinkt allemaal heel erg slim. Ja, dat vonden wij ook eigenlijk. Ja. En mijn kinderen ook. Alleen die vonden ook, waarom doen jullie dat niet allemaal? En is uw vader daar ook tevreden over? Want, maar goed, daar mijn gaan we er niet over. Ja. U schoven. Ja. Ja. Maar welk ministerie koopt dan de ICT in? In de ICT hebben we een aantal categorieën onderscheiden. Dat zijn, ik heb ze hier staan, vaste werkplek, mobiele werkplek, ERP, standaardpakket software, datacenters, dataverbindingen, telefonie, spraak. Dat zijn 9 categorieën die we hebben onderscheiden in de ICT. Ik weet niet uit mijn hoofd precies welk ministerie wat doet, maar dat hebben we ook op die manier over een aantal ministeries verdeeld. Maar die 9 onderwerpen die u noemt, die zijn dus verspreid over verschillende ministeries? Ja. En de categorie inkoop van externe, is dat een aparte categorie of zit die ook weer verdeeld over die 9 onderwerpen? Nee, de categorie ICT-inhuur is ook een, ik dacht dat ik die noemde, dat is ook een categorie. Die wordt door het ministerie van Economische Zaken, dacht ik, ingekocht. Althans, zij zijn aan het kwartier maken om dat te gaan doen. Even voordat er misverstand ontstaat. Ja. Als ik het goed begrijp, zijn dit, zeg maar, oneerbiedig gezegd, die huistuin- en keukendingen, waar u het in het begin over had. Ja. En zitten wij op het spoor van die hele ingewikkelde dingen, die projecten waarin ongelooflijk. Dus laten we proberen daar niet langs elkaar heen te praten. Nee, dat onderscheid probeerde ik ook te maken. Oké. Okay. Overigens helpt dat natuurlijk wel. Hè? Dus, want ook die generieke inkoop, dat is een bron van aanlevering voor de meer specifieke projecten. U zei, de inhuur van ICT-externe, dat verloopt, dacht u, via het ministerie van Economische Zaken. Als dat nu anders is, wilt u ons dat dan laten weten? Jazeker. Ja. En u... Ik weet het overigens wel vrij zeker. Hoor. Maar ik zal het nagaan. Als een minister zegt vrij zeker, dan beginnen wij altijd weer te twijfelen. Ja. Maar als u vrij zeker zegt, dan meent u dat is zeker? Ja. Oké. Okay. Waarmee er tussendoor? We hebben, meneer Matthijssen heeft ons vanmorgen een voorbeeld gegeven van dat er een financieel administratiesysteem moest zijn. Dat moest er voor landbouw zijn en ik meen voor een ander ministerie in ieder geval.
En bij landbouw kostte dat 3 miljoen en bij dat andere ministerie ging datzelfde systeem 125 miljoen kosten. Is zo'n situatie in de werkwijze waar u nu naartoe gaat, is dat nog überhaupt denkbaar dat dat gebeurt? Nou, ik acht dat bijna uitgesloten. Je weet nooit hoe de oude Adam nog opstaat en waar het bloed kruipt, hoor. Maar ik acht dat eigenlijk bijna uitgesloten. Kijk, de situatie waarin wij begonnen, dat was echt nog de situatie van laat ons maar, wij zijn integraal verantwoordelijk. Dit is mijn project, waar bemoei je je mee? En we hebben daar hebben we ook echt de kabinetten mee gehad, met name de twee laatste kabinetten van Compacte Rijksdienst. Die zeggen, we stoppen daarmee. En de financiële nood der tijden is echt ook nog niet eerder zo hoog geweest. Dus men kan het zich ook bijna niet meer veroorloven om dat te doen. En dan komt er ook bij, als dat allemaal eenmaal zo is, krijgen mensen er ook lol in. Dus het is ook iets, het is toch ook veel leuker om te vertellen, zoals ik het nu kan vertellen. We doen dat samen en zeker ook op het gebied van die financiële systemen heeft men elkaar ook gevonden. Dat zijn natuurlijk vooral de directeuren financiële-economische zaken die daaraan trekken. Maar daar zit ook een duidelijke beweging in om die ook naar elkaar toe te laten groeien. Mevrouw Fokker, gaat u meenemen door het aanbestedingswoud? Ja, u was net al enigszins begonnen over het aanbestedingsbeleid van de Rijksoverheid. We hebben in vorige hoorzittingen ook al een en ander gehoord over het aanbestedingsbeleid. Ik moet zeggen, niet altijd even positief. We horen dat daar toch wel veel misgaat. Dat het heel erg beperkend is, dat het heel erg lang duurt, dat er weinig overleg in het traject is. Herkent u de beelden over hoe aanbestedingen bij de Rijksoverheid verlopen? Ik herken die beelden natuurlijk wel. Dus dat is ook, ik heb u ook geschetst, ik trof ook niet echt een situatie aan waar ik nou helemaal blij van was. Ik maak graag een onderscheid bij het inkopen in drie fasen. Dat is een vereenvoudigde weergave van de logistieke keten in de inkoop. Het begint met nadenken, dan ga je aanbesteden, dan ga je gebruiken. Zo simpel is het. En ik kijk er natuurlijk vanuit die middenpositie tegenaan, dat aanbesteden. Gebeurt het rechtmatig? Maar ik weet ook wel dat er links en rechts ook nog wat is. En nou, het is nu eenmaal zo, als er niet goed is nagedacht, dan kun je een perfecte aanbesteding in de markt zetten, maar dan krijg je geen goed resultaat. Rommel in, rommel uit. Zo simpel is het. En overigens, dat is voor u denk ik ook de interessantste fase, want dat is de fase waarin nog heel veel echt bij te sturen is. Als je eenmaal met een aanbesteding op de markt bent, ja, dan is de tandpasta uit de tube. En dan ga je in het vervolg. En overigens vind ik ook die derde fase vind ik interessant. Want dat is het gebruiken, contractmanagement. Ik heb gezegd, ik probeer dat zoveel mogelijk naar het generieke domein te halen. Want dan heb ik er kijk op, 20 inkoopcentra, 34 categorieën waarin we werken. Dat is voor mij een overzichtelijke wereld om dat in de gaten te houden. Maar er gebeurt natuurlijk heel veel specifiek, juist in die projecten waar u naar kijkt, wat zich echt buiten mijn gezichtsveld beweegt. Zo is die situatie. Maar dan toch, want u heeft het nu ook vooral over de voorfase voor de aanbesteding. Ja. En u zegt ook van ja, als je daar natuurlijk iets niet goed doet, dan krijg je het hoe dan ook in de aanbesteding met terugwerkende kracht terug. Ja. Maar toch heb ik een gevoel op basis van wat ik gelezen heb en wat ik hier ook heb gehoord tijdens de hoorzittingen, dat met de aanbesteding
aan zich, hoe het proces nu is ingekleed, dat daar ook wel van alles mis mee is. En herkent u dat beeld nou? Want ik kan wel weer naar die voorfase gaan. Ja, prima. Maar goed. Ik wil het even sec op die aanbesteding houden. Ik hou er niet zo van om de hete brei heen te draaien. Nee, dat is goed. Hoe zit het nou met het aanbesteden? Hè? Want we hebben ook de kans, hè, dat ligt natuurlijk straks in de Europese richtlijn. Ja. We kunnen met z'n allen iets veranderen als we dat willen. Al is dat misschien zeer beperkt als het een Europese richtlijn is. Maar wat zou u ons dan adviseren als het gaat over die Europese over het aanbestedingsrecht? Nou, ik vind in de eerste plaats het aanbesteden op zichzelf, dat is echt een groot goed. He, dus dat is. Ik heb van de week iemand voor uw commissie horen vertellen, die was al aan het aanbesteden ver voordat ik ermee bezig was. En het is inderdaad. En dan werd er toch veel meer op relaties of op de blauwe ogen werd er gegund. Dus die objectivering. En laat ik maar zeggen, ook die geprotocoliseerde manier van inkopen vind ik een groot goed. Er zijn elementen die volgens mij versterking kunnen hebben in dat aanbesteden. Bijvoorbeeld waar we het zo net over hadden. Ja, het is eigenlijk niet goed te begrijpen dat als iemand ergens heeft geblunderd, dat hij er vervolgens, dat je hem niet zomaar mag uitsluiten. Hè? Dus je kunt vervolgens natuurlijk wel door. Het is niet gezegd dat hij ook per se weer die aanbesteding wint, maar je mag hem niet uitsluiten. Dus dat zou iets zijn. Die nieuwe richtlijn die geeft, dacht ik, ook de mogelijkheid om wat meer te onderhandelen. Hè. En dat is. Er zit ook misschien ook wel gevaarlijke kant, maar is toch ook wel, denk ik, iets wat goed is. Want wij zitten wel in een heel rigide jasje. En die nieuwe richtlijn die geeft ook wat meer mogelijkheden om. Beleidsinitiatieven in de inkoop te verwerken. Dat laatste is ook niet iets wat iedereen omarmt. Hè, want mijn inkopers die denken, nou ja, weet je wat, de wereld zou heel erg simpel zijn als we alleen maar op de laagste prijs hoeven te letten. Maar dan krijgen we ook nog social return en we krijgen ook nog duurzaamheid en we krijgen ook nog sociale voorwaarden en we moeten ook nog aan het MKB aandacht besteden en die worden al moe bij de gedachte, bij wijze van spreken. Daar ben ik het helemaal niet mee eens. Want ik vind, als we als overheid willen dat we MKB een kans moeten geven, dan moeten we dat zeker ook met onze inkoopmacht doen. Als wij willen dat ons land verduurzaamd moet worden, dan moeten wij ons inkoopvolume daar ook voor inzetten. En ik vind het juist, dat is denk ik nou ook net wel iets wat het inkopen bij de overheid net een graadje interessanter maakt dan bij het bedrijfsleven. Dat zijn ook allemaal niet van die Jan Jurken, hoor, die alleen maar op geld zitten te letten. Maar het feit dat het zo complex is en dat je mee mag helpen aan echte beleidsdoelen, dat is, vind ik, heel interessant. En dat heeft ook erg geholpen om inkoop, in de boardroom te krijgen bij de ministeries. Maar je hebt inderdaad in de aanbesteding, ja, je kunt zeggen van nou, ik vind bepaalde voorwaarden heel erg belangrijk. Het moet om social return en andere dingen gaan. Maar je kunt natuurlijk ook zeggen, hè, daar had u het zojuist ook even over, bijvoorbeeld meer overleg tussen partijen. Hè, dit is natuurlijk ook de concurrentiegerichte dialoog. Ja. Wat vindt u daarvan? Ja. En ja, waarom wordt het ook eigenlijk, wordt natuurlijk in heel weinig toegepast? De concurrentiegerichte dialoog is een van de aanbestedingsmethodieken die in de Europese richtlijnen en dus ook in onze Nederlandse aanbestedingswet staan. En die houdt in dat je eerst een aantal bedrijven op geschiktheid selecteert en met die bedrijven, meestal een heel beperkt aantal, 3 tot meestal niet meer dan 3, ga je een aantal dialoogronden in en dan. Daar moet je wel voor zorgen dat die door Chinese muren zijn gescheiden. En in die dialoogronde probeer je tot een goed product te komen. Je gaat in dialoog zodat de leverancier. Eigenlijk zou het mooiste zijn dat je aan het eind van die dialoog 3 perfecte aanbestedingen hebt. En je bij wijze van spreken met een dobbelsteen moet gooien om de winnaar eruit te halen. En we passen die ook veel toe. Eerlijk is eerlijk, niet heel veel in de ICT. Wel in de weg- en waterbouw en waar ik ook verantwoordelijkheid voor heb, ook in de kantoorbouw.
veel toe, daar bedoelt u ermee de overheid past. Het Rijk. Wij als Rijk passen hem. We hebben hem voor de laatste 5 grote kantoren. Hebben we deze concurrentiegerichte dialoog toegepast. Overigens gaat het dan ook in het kader van nog iets anders, waar u ook naar heeft gevraagd. Meestal gaat dat dan in vormen van publiek-private samenwerking. Dat heet dan. Dit ken ik alleen maar in het Engels. Dat zijn contracten die DBFMO, Design, Build, Finance, Maintain en Operate. Waarvoor je echt heel langjarig een contract sluit met meestal een consortium, wat een gebouw, wat de architect levert, wat het gebouw gaat bouwen en wat het 25 jaar catert, beveiligt, schoonmaakt en de installaties onderhoudt. Mag ik even één tussenzin ervan uithalen? In de tussenzin zei u, je zou het als je het opnieuw, tenminste zo interpreteerde ik het, als je alles opnieuw zou mogen inrichten, zou het toch wel handig zijn om ook een beetje rekening te kunnen houden met wat een leverancier in het verleden aan slechte prestaties heeft geleverd. En dat kan nu bij de huidige aanbesteding niet. Dat zit in de nieuwe richtlijn. Is het een aanbeveling aan ons om aan de Kamer aan te bevelen om bij de aanbestedings, implementatie van de richtlijn uit Europa, dus bij de nieuwe wet die er moet komen, om daar rekening mee te houden? Ik zou dat zeker doen. Ja. Even precies van u horen. Ja. Oh, en nog even over de rol van de inkopers. Dat hoort bij het aanbesteden. U zegt rommel in, rommel uit. Wat moet een inkoper nu doen als hij rommel in krijgt? Ja. Als hij dus opdrachten krijgt waarvan de inkopers denken, dat kan niet, dat doen we niet. Hoe gaat dat dan bij uw afdeling? Nou, ik sta voor de emancipatie van de inkoop. Dat klinkt misschien hoogdravend, maar zo beleef ik het echt. Dus, is dat nog nodig dan? Ja, dat is nodig. De inkoop is van oudsher toch een... Dat is een onaanzienlijke functie. Hè? Het is niet. Nou, de man in de stofjas met het potlood achter het oor en het bonnenboekje in de aanslag. Hè? Dat is te gechargeerd hoor. Maar, en ik probeer de inkopers, niet alleen ik, wij proberen daar echt een levende community van te maken. We hebben ze dus ook nu in 20 inkooppunten bij elkaar gebracht. We weten ook waar ze zitten. En wij proberen ze op te voeden in het stellen van irritante vragen. Vragen, hadden we dit vorig jaar ook al niet ingekocht? Of dit onderzoek was al een keer gedaan? Of is het nou echt nodig? Want de goedkoopste inkoop is geen inkoop. Maar de inkoper is nooit degene die beslist. Is een adviseur. En ik nodig ze uit om zo tergend ver mogelijk te gaan. Maar uiteindelijk besluit een directeur of een directeur-generaal of een projectleider over wat hij wil hebben. Laten we toespitsen op ICT. Ja. Wat zijn de irritante vragen die je de inkoper moet stellen aan de opdrachtgever die ICT nou, dat, wil dat hebben? Nou, dat zijn gezond verstandvragen zoals die Range Rules bijvoorbeeld, waar u het ook wel over heeft gehad. Hadden we dit al niet eerder? Of... kunnen we niet hergebruiken wat er bij een ander ministerie al is gebouwd? Dat soort. Het is geen rocket science. Wat zegt u? Gebeurt dat ook? Meer en meer. Het klinkt misschien hoogdravend, maar het is toch een emancipatiebeweging. Kijk, ik vind het juist heel erg aardig. Ik vind het dus. Ik moet ook wel zeggen, ik vind het wel spannend om hier te zitten hoor. Maar ik vind het ook heel erg eervol en ook goed. Want ik vind het echt prettig dat de Kamer zich interesseert voor mijn onderwerp. Dat een belangrijk onderwerp is. En zo is het nou eenmaal. Het oog van de meester maakt het paard vet. Dus als u er aandacht aan besteedt en hopelijk de komende jaren af en toe nog eens even vraagt. Jongens, hoe gaat het nou met die inkoop? Dat is gewoon hartstikke goed voor ons. Hadden we wel eens wat eerder mogen doen, zeg? Nou, dit is een vraag waarvan men mij heeft gezegd, je moet dan altijd zeggen, de Kamer bepaalt zijn eigen agenda. Dat is het formele verhaal van die trainers voor dit soort gelegenheden. Maar ik vraag me toch gewoon antwoord erop te geven. Ik vind van wel, ja.
Dus de Kamer heeft onvoldoende aandacht gehad voor processen rond inkoop en dit soort dingen. En aanbesteding en wat voor ellende daaruit voortkomt. Ik denk dat het had geholpen als dat wat meer was geweest. Dat neemt niet weg dat wij gewoon een eigen verantwoordelijkheid hebben om het goed te doen. Dus het is geen jijbak of iets dergelijks. Of een wegschuiven van verantwoordelijkheid. Daar wil ik helemaal niet voor weglopen. Nee, dat zijn maar die adviezen van de trainers. In dat spel, jullie zijn gewoon onze lastige vragenstellers. En dan, het zweet breekt ons natuurlijk uit als we dat krijgen. Maar dan gaan we er wel harder door lopen. Ja, zo wij zijn dus goede inkopers. Ja, goed. Omdat we lastige vragen stellen. Ja. Maar misschien wel te laat. Van menen. Op een of andere manier maakt u op mij helemaal niet de indruk dat u heel erg zenuwachtig bent. U bent volgens mij heel open. Mijn waardering daar ook voor. Dat hoeft elkaar overigens niet uit te sluiten. Even over die lastige vragen. Een van de gedachten die hier aan tafel wordt geuit, is dat er soms wel gekeken wordt naar de inkoopprijs, zal ik maar even zeggen. De prijs waarvoor je een ICT-systeem kunt verwerven. Maar dat er te weinig gekeken wordt naar wat dat aan onderhoud en kosten op structurele basis gaat opleveren. Wordt er ook naar dat aspect gekeken bij de inkoop? Nou, ik vermoed te weinig. Hè? Want je ziet toch in die lijst met projecten dat het zelden omlaag gaat in waarde, maar meestal toeneemt. Dus dat is ook wel iets wat ik nu uit deze ook nog eens een keer. Natuurlijk wisten we het ook wel. Wij hebben overigens dat soort dingen ook wel in het vizier. Maar wat mij hier ook nog wel weer heel erg duidelijk wordt. Je moet niet alleen maar kijken wat kost het nu, maar wat kost het in het beheer. En ook wie is er straks voor verantwoordelijk. He, want dat zijn ook vragen die je in zo'n gateway kunt stellen, hè, waar Pieter Vrijns het over had. Maar ik vind ook dat de inkopers dat soort lastige vragen mogen stellen. Even voor de situatie nu, die 10 miljard zeg maar, waar u over gaat. Daar zitten die kosten niet in, neem ik aan. Dat zijn echt de verwervingskosten. Nee. Zitten ook de onderhoudskosten in? Er zitten ook de onderhoudskosten in. En het misverstand, ik ga over 10 miljard. Ik koop helemaal niets in. Hè? Dus het zijn de inkopers op de departementen die het inkopen. En bij Rijkswaterstaat en bij Defensie kopen ze Joint Strike Fighters in. Nou, daar bemoei ik me echt helemaal niet mee. Ik wil dat toch nog wel even. Het blijft om veel geld gaan, maar ik wil dat graag. Even iets preciezer. Ik formuleer het inderdaad niet goed. Maar even voor de helderheid. U zegt eigenlijk dat inkoop en de verantwoordelijkheid voor het onderhoud moet eigenlijk in één hand liggen. Je moet de pijn voelen van het besluit wat je dan genomen hebt. Zeker. Is dat nu zo of niet? En wat zouden we moeten doen als het niet zo is om het wel voor elkaar te krijgen? Nou, ik kan dat niet helemaal overzien, maar ik weet bijna zeker dat dat niet altijd zo is. En het is echt een aanbeveling waard om dat wel zo te laten zijn. Glashelder. Hebben jullie wat? We gaan het hebben over best value procurement. Prestatieinkoop. Prestatieinkoop noemen, als u het goed vindt. Ik had dat wat anders willen inleiden, om bij het Engels weg te blijven. Er zijn allerlei aanbestedingstechnieken waar wij de laatste tijd erg veel over horen. Dat is de prestatieinkoop. Dat je niet alleen naar de laagste prijs kijkt, maar ook naar de prestatie die een leverancier in het verleden heeft getoond. Ja. Daar heeft u ervaring mee. Kunt u ons daar iets over vertellen? Is dat wat of is dat niks? Of ertussenin zal wel weer het antwoord zijn. Maar dan ben ik benieuwd naar de details. Wat ik vind, wij hebben een redelijk beperkt repertoire van aanbestedingsmethodieken. Als je dat een aantal keren doet, als je steeds hetzelfde doet, dan krijg je ook hetzelfde. Dus ik vind alles wat helpt om ons aanbestedingsrepertoire te vernieuwen, dat houdt ons scherp en de leveranciers ook. Dus zo kijk ik ook naar prestatieinkoop. Wij hebben een commissie bedrijfsjuridische advisering. Daar hebben we onze beste aanbestedingsjuristen in samengebracht. De fine fleur van onze aanbestedingsjuristen. En die geven ons over dat soort dingen adviezen. Die hebben ook gekeken naar prestatieinkoop. En die hebben wel gezegd, kijk uit. Hè, want ik ben niet geïnteresseerd in wat die juristen ervan vinden. Nee. Wat uw ervaringen ermee zijn. Nou, mijn ervaringen, ik weet, dan zal ik dat heel concreet beantwoorden. Ik weet van de ervaringen bij Rijkswaterstaat. Ik dacht bij het aanleggen van de A73.
Dat was heel positief. Die hebben ook een prijs daarvoor gekregen in Nederland. En wij hebben, in mijn bereik hebben we 3 projecten op die manier gedaan. Dat is een project bij de Belastingdienst. Dat was een ICT-project. Een project met kantoorartikelen. En een project met vakliteratuur en abonnementen. En dan zie je ook waar zo'n instrument wel en minder goed werkt. Bij kantoorartikelen of kantoorinrichting. Ja, daar is die expertrol eigenlijk nauwelijks aan de orde. Want ja, een balpen is een balpen. Maar bij dat ICT-project van de Belastingdienst was men daar wat enthousiaster over. Dus ik vind, wij moeten dat soort dingen. Ik vind de vernieuwing van het aanbestedingsrepertoire is goed. En ook al doe je het niet helemaal in zijn geheel, dan nog kun je er elementen uithalen die werken. Om een voorbeeld te noemen, we zijn nu bezig met het aanbesteden van nieuwe schoonmaakcontracten. En daar hebben we dat element, het interview uit die praktijk van prestatieinkoop gehaald. En daar ook een behoorlijke waarde aan gegeven. En dat is dan ineens iets nieuws, hè, waar ook de, nou, zeg maar, de gestaalde kaders van de aanbieders bij de bedrijven toch ineens weer verrast worden. En dat werkt dan. Maar weet u, en dat is dan mijn laatste vraag bij dit onderwerp, weet u hoe dan dat project bij de Belastingdienst, hoe ze dan de prestaties van leveranciers in het verleden hebben meegenomen? Want dat is toch een van de kernen, ja. Het beoordelen van de prestaties in het verleden. Ja. Hoe hebben ze dat toen bij de Belastingdienst gedaan? Ik weet het niet precies. Ik kan het voor u nagaan, maar ik weet het niet precies. Zou u dat ons later willen laten? Dat zal ik later uitzoeken. Mevrouw Fokker. Dank u wel. We kunnen nog heel veel onderwerpen met u bespreken. En ik vrees dat we ook nog heel lang met u zouden kunnen doorpraten. Ik zou er toch nog wel één belangrijk onderwerp ook uit willen halen. Dat is het contractmanagement door de overheid. En mijn vraag is, hoe beoordeelt u de manier waarop de Rijksoverheid zorgt voor de naleving van contracten van de IC-leveranciers? Ja, nou, ik heb u zo straks al gezegd, mijn idee is, ik haal zoveel mogelijk naar het generieke domein. Niet om het allemaal zelf te doen, maar om het bij uit die hele chaotische wereld terug te halen. En dat lukt het beste voor generieke producten. We hebben 34 categorieën en die zijn over het algemeen goed omschreven. Maar waar u op zit door te boren, dat zijn de specifieke projecten waarin ergens in een departement een projectleider moet beoordelen wat een leverancier doet. En ik denk dat we op dat punt echt verbeteren kunnen. Nee, maar ik wil even niet specifiek kijken. Je gaat een contract aan met een partij. En als je dat contract aangaat met die partij, dan spreek je bepaalde dingen af. Je kunt dingen afspreken over meer werk. Ik wil gewoon inderdaad graag weten, zijn de contracten die de overheid sluit in die zin goed op orde? De contracten zelf. Ja, de contracten die zijn gemaakt door meneer Leter, die u ook heeft gesproken. We hebben verschillende sets contracten. Hè? Algemene contracten voor het leveren van diensten en producten. Maar ook voor het leveren van ICT-producten. Die hebben we laten evalueren door een hoogleraar. De naam is me even ontschoten. Die heeft gezegd, nou, dat is op zichzelf een goed regelstelsel. Die contracten, die deugen. Dus die contracten op zichzelf, als dat uw vraag is, die zijn volgens mij op orde. Maar ik hoorde ook, meestal als de overheid gaat voor meer werk, dan wordt het vaak schrikbarend duur. En mijn vraag is, herkent u dat beeld? Of het schrikbarend duur wordt. U noemde zo straks het voorbeeld van een systeem wat 3 miljoen kost en de andere kostte 104 miljoen. Of 30 keer zoveel. Nou, dat vind ik schrikbarend. Maar dat heeft met contracten of met aanbesteding volgens mij eigenlijk helemaal niks te maken.
Nou ja, het heeft er natuurlijk wel mee te maken. In een contract spreek je van allerlei dingen met elkaar af. En je kunt vervolgens ook afspreken hoe het meerwerk wel of niet, hè, hoe dat verloopt. Ja, en als natuurlijk, hè, u haalde net zelf al meneer Leter aan. Als ik meneer Leter hoor zeggen, even de andere kant van de medaille, van als een leverancier in gebreken blijft, zegt meneer Leter, ja, ik gaf wel eens adviezen. Waar die helemaal zijn beland, zullen we nooit weten. Maar de gang naar de rechter werd heel erg vaak niet gemaakt, terwijl het ook wel eens om zaken ging waar het gewoon duidelijk was dat de leverancier in gebreken bleef. En eigenlijk, heel kort gezegd, deed de overheid niks en aanvaarde dat de overheid iets kon gaan betalen wat de overheid misschien helemaal niet had hoeven betalen. Ja, ik begrijp precies wat u bedoelt. Maar, en in uw betoog zegt u wel drie keer als achter elkaar, hè? Kijk, wij zijn echt niet kinderachtig in de behandeling van de leveranciers. En inkopers, dat is niet het meest naïeve deel van de Nederlandse bevolking. Dat mag u echt van mij aannemen. Dus als er iets gebeurt, ik geloof overigens wel daarin dat leveranciers ook een morele plicht hebben om zich niet alleen maar niet alleen maar geld te verdienen bij ons, maar ons ook te helpen, hè, dit terzijde. Maar in die end, uiteindelijk, gaat het natuurlijk om een zakelijke relatie. Je bent een contract aangegaan, dit zal geleverd worden. Als niet geleverd wordt, dan wordt er niet betaald of er wordt een boete geheven of het contract wordt ontbonden. Maar dan kom ik op het punt. En dat is natuurlijk het meest eenvoudig als het over tafels en stoelen gaat. Als ik 100 stoelen bestel en ik krijg er maar 90 geleverd, dan zeg ik die 10, die betaal ik niet hoor. Maar in die gevallen waarvan ik denk dat die hier over tafel zijn gegaan, is het vaak zo zwart-wit niet. Dan is natuurlijk, kan er iets zijn wat aan een leverancier te verwijten is. Maar het kan in hetzelfde geval ook zo zijn dat de overheid niet helemaal feilloos is geweest. En wie is dan, en is dan de gang naar de rechter de meest voor de hand liggende zaak? Dan zou ik zeggen, haal er een arbitragecommissie bij of wat dan ook. Maar dat hoeft niet hetzelfde te zijn. En kijk, ik geef ook wel eens adviezen waar helemaal niks mee wordt gedaan. Nou, dat vind ik ook jammer. Maar dan denk ik altijd maar, degene die moet beslissen, die krijgt advies over inkoop. Die krijgt advies over de juridische kant, over de financiële kant, over de politiek-bestuurlijke kant. En die weegt dat allemaal af. En als hij of zij mij kan uitleggen, beste Siep, dank voor je advies, maar we doen het zo. Ja, dan vind ik dat ik mijn werk heb gedaan en dan heb ik het op het goede plek neergelegd. Nee, maar het gaat natuurlijk niet. Kijk, we kunnen het ook hebben over adviezen wel of niet opvolgen. Ja. Afgelopen maandag hield ik toch ook wel het beeld over dat als een overheid moet kiezen tussen schikken of naar de rechter gaan, dat een overheid er vooral voor kiest om het minderlijk op te lossen en niet naar de rechter te gaan. En daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Ja. Maar mijn vraag is, herkent u dat beeld? Nou, dat herken ik zo niet. Kijk, maar het gaat ook niet over schikken of naar de rechter gaan. Dat is eigenlijk de keuze niet. De keuze is het contract laten naleven of niet. He, dus en voordat je bij die rechter bent, dan moet je al met een leverancier in een conflict liggen. Want dan heb je tegen hem gezegd, beste jongen, je hebt niet geleverd, ik betaal niet. Maar dat is nou net waar het vaak over gaat. U zei niet voor niks toch net ook, op dat punt zijn wij, zou er nog, u zei het heel voorzichtig, maar is er nog ruimte, dat zei u letterlijk, is er nog ruimte voor verbetering? Ja, dat vind ik ook echt hoor. Maar dat betekent dus dat de overheid, verschillende departementen, niet snel genoeg, al zit dat contract wel goed in elkaar, maar als het dan niet goed gaat, te weinig die leverancier achter de broek zit. Is dat wat u bedoelde? Nou, dat zou er best bij kunnen zitten. Maar dat is niet een algemene tendens bij ons. Hè. De tendens is, wij zijn ambtenaren, wij weten echt wel dat we met belastinggeld omgaan, dat we daar heel voorzichtig mee om moeten gaan. Maar dat contractmanagement is ook een vak. Hè. En je moet je daar ook
gesterkt in voelen en je moet daar goed in voelen. En ik denk dat op dat punt we echt nog wel een programma kunnen maken. Maar wat bedoelt u daar dan precies mee? Wat voor programma moet dat dan zijn? Wat voor verbeterpunt moet dat dan zijn? Kijk, wij doen extreem veel in de professionalisering van de inkopers. Zo zouden we denk ik ook in de professionalisering van de contractmanagers nog nodig kunnen. Dat doen we overigens ook wel. Hè, maar daar is echt... ik denk dat er ruimte voor verbetering is, laat ik het zo maar zeggen. En die verbetering bestaat er dan uit dat die contractmanagers beter zorgen dat er geleverd wordt wat er geleverd zou worden? Juist. Mevrouw Warsels. U gaf net aan dat u vindt dat leveranciers een morele plicht hebben. Ja. Nu was afgelopen maandag hier ook de heer Flippo. Hij is COO in Amsterdam. Ja. En op dezelfde vraag die wij hem ook hebben gesteld, hebben leveranciers een morele plicht, zei hij letterlijk, dat is ontzettend naïef om te denken. Wat vindt u van zijn uitspraak? Ja, nou, dan heeft hij misschien toch nog een iets ander mensbeeld dan ik. Maar dat is misschien een kwestie van appreciatie, hoor. Kijk, ik weet ook gerust wel hoe de wereld in elkaar zit. En bedrijven, daar moet de schoorsteen roken. Zo simpel is het. Ik kom uit een familie van kleine zelfstandigen. En nou, neemt u maar van mij aan, daar gaan we voor. En dat is ook redelijk. Hè? Maar het is niet zo dat wij altijd de hoofdprijs hoeven te betalen. Dat hebben we vroeger echt wel veel gedaan. En nou, die dalende tendens in ons inkoopvolume is toch ook mede te danken aan het feit dat we daar eventjes wat op zijn gaan letten. Maar ik vind aan de andere kant... Tussenvraag, tot wanneer liep vroeger ongeveer? Nou, ik denk tot 2007, 8, 9. Ja. Begin van de crisis. Ja. Gaat u verder? Maar ik spreek in ieder geval leveranciers er wel altijd op aan. Dan zeg ik, als jij ziet dat het fout gaat, zeg het dan alsjeblieft. Want ik heb er niks aan dat je maar mooi weer zit te spelen. En die leverancier, het is ook niet alleen maar moreel natuurlijk, maar die mensen die willen over 10 jaar ook graag nog, en dan is die past performance ineens in de aanbestedingswet opgenomen, die willen ook nog bij ons zaken doen. Dus die hebben er ook belang bij dat zij als een betrouwbare partner worden gezien. Nou, en uiteindelijk weet ik ook wel, het gaat om geld verdienen, dus daar moet je strak en zakelijk in zitten. Maar zo'n, ja, op zo'n ondertoon van mag je van bedrijven vragen dat ze je ook waarschuwen en helpen. En net iets meer bieden dan wat precies contractueel is afgekomen. Ik vind dat wel de meest waardevolle bedrijven altijd. En u bent dus niet zo tevreden met die geluiden die wij ook horen? Dat er prachtige dingen worden toegezegd, geweldig gekwalificeerd personeel en dat uiteindelijk als project moet worden gedraaid, alle halfwasjes en kneusjes worden binnengereden. Dat is natuurlijk waardeloos. Het gebeurt. Ja, maar het is waardeloos. En daar zou dus ook dat contractmanagement beter op moeten letten. Krijgen wij wel wat ons beloofd is? Ja. Van Menen. Ja, u bent bezig greep te krijgen op allerlei processen bij de overheid. Contractmanagement, aanbestedingsprocedures, nou, noem het allemaal maar op. Specialisaties. Hoe ver strekt uw invloed zich uit? En dan bedoel ik met name wat hier wel eens genoemd is, de suikeroomconstructies. En dan hebben we het over de zelfstandige bestuursorganen bijvoorbeeld, noem een UWV. Strekt uw invloed zich daar ook toe uit of helemaal niet? Helemaal niet. Dus mijn invloed is beperkt tot het Rijk en de agentschappen van het Rijk. En wat vindt u daarvan? Nou, er is een. Volgens mij in het regeerakkoord staat dat de ZBO's weer onder, zeg maar, in de infrastructuur van het Rijk terug moeten. En volgens mij, dat moet u dus ook echt aan de minister vragen. Wat vindt u ervan? Kijk. En we zitten hier nu toch gezellig te praten en we proberen het zo goed mogelijk te doen. Maar ik kan mij niet, laat ik het zo zeggen, u hoeft alleen maar met uw ogen te knippen. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat u vindt dat overal waar overheidsgeld besteed wordt,
in de sfeer van inkoop, aanbesteding, contractvorming, dat daar vergelijkbare... Nou, die drive heb ik zeker, als u het zo formuleert. Dan kan ik mij niet voorstellen dat u zegt, nou, en of dat nou wel of niet over de ZBO's gaat. Ja, ik kan me dat, uw voorstellingsvermogen dat maakt me dan verder niet uit. Dat wil er bij mij moeilijk in. Nee, ik kan me uw voorstellingsvermogen kan ik heel goed volgen. Wat zijn wij vergeten? Wat wilt u ons absoluut nog meegeven? Hij zegt, nou, als je daar niet aan denkt, dat is niet aan de orde gekomen, dan had je net zo goed niet met het hele onderzoek kunnen doen. Nou, wat ik heb dat zo straks eigenlijk al gezegd. Ik vind het eervol dat ik voor u mag verschijnen. En ik heb er eerlijk gezegd, ik zag het tegenop, maar ik heb er ook van genoten. Ik hoop dat ik u geïnteresseerd heb gemaakt in wat wij met inkoop aan het doen zijn. En ik hoop dat u als Kamer dat ook een beetje wilt blijven volgen, want dat helpt ons ontzettend. En dat mag zo kritisch als maar zijn kan, vindt u. Zo is het, ja. Mogen wij u dan omgekeerd, als we toch allemaal complimenten aan het uitdelen zijn, van harte succes wensen met uw nieuwe baan per 1 juni als kwartiermaker van het nieuwe bureau Management Rijk. Ja. Dan gaan we dat ook volgen. Dank u zeer. Ik schors de vergadering tot 5 uur. Dank u wel.